2 keer 2 is 4. 1 keer 2 is 2. Zo gaat het waarschijnlijk ook bij jou op school. Iedere dag rekenen. 2 keer 3 is 6. Of taal. Ook al krijg je deze lessen elke dag, volgens de minister van Onderwijs zijn kinderen over het algemeen steeds minder goed in bijvoorbeeld schrijven. Het is belangrijk dat als je op school zit, dat je goed kan lezen, rekenen, schrijven, ook weten hoe je met elkaar omgaat in Nederland. En we zien dat dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds iets minder goed geworden is. Dat kinderen op school dat minder goed weten. En dat is volgens hem een groot probleem. Want dat heeft voor je toekomst misschien best wel grote gevolgen. Als je minder goed een sollicitatiebrief kan schrijven, vind je minder goed werk. Dus het is belangrijk dat we in de school, bij jou in de klas, daar meer aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld een uur extra per dag gewoon aan lezen of rekenen. Om dat te regelen komt er extra geld voor scholen. Als eerste voor 500 scholen die deze hulp het hardst nodig hebben. Met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld extra taal- en rekenles geven aan kinderen die dat lastig vinden. Scholen die daar te weinig leraren voor hebben, kunnen dat geld ook gebruiken om hulpjuffen of hulpmeesters in te schakelen. Soms heeft een juf het gewoon heel druk in de les en dan helpt het als iemand anders een paar taken kan overnemen. Zo'n hulpjuf of hulpmeester kan bijvoorbeeld iemand zijn die muziekles komt geven. Of iemand die helpt om pesten in de klas aan te pakken. De minister komt deze zomer met meer plannen voor nog meer scholen. Een school waar de afgelopen jaren al heel veel is gebeurd, is de touwladder in Sint-Michielsgestel. Daar zien ze dat de leerlingen enorm vooruit zijn gegaan met taal en rekenen. Dat is een medeklinker. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Voor deze leerlingen is het heel normaal. Ze krijgen op school al jaren goede taal- en rekenlessen. De manier hoe het wordt gegeven is gewoon superleuk. Ook bij dictée, ook bij rekenen, ook bij taal. Het wordt gewoon goed uitgelegd. We gaan zo meteen een maatjesdictée maken. En wat je daarvoor nodig hebt is je gewone dictéeschrift en je maatjesschrift. Een stoelendans lijkt het wel. Leerlingen zoeken hun maatje op. Want het is niet de juf die je dictée nakijkt. Dat doen ze samen. Ik heb nu het schrift van hem en hij heeft nu het schrift van mij. En dan woorden schrijven we dan op in onze eigen dictée. En dan schrijven wij op die hun fout heeft. En dan gaan we dan zeggen en dan moeten hun het weer opschrijven in hun dictée. De taal- en rekenlessen waren vroeger niet goed op deze school. Meesters en juffen hadden er te weinig tijd voor. Maar dat is veranderd. Wat wij doen hier is we bekijken per les, goh, welk kind heeft bijvoorbeeld moeite met het optellen van breuken. Nou, dat schrijf ik dan op, dat hou ik bij. En dan weet ik precies de volgende keer welke kinderen ik bij me moet nemen of even extra uitleg moet geven. Iets anders uit het nieuwe onderwijsplan wat ze hier al doen, is dat juffen en meesters extra hulp krijgen. We hebben voor een aantal vakken extra juffen en meesters. Wat voor vakken? Muziek, gym en drama. Dan kan de juffrouw ook wat meer tijd besteden aan ons werk, dat ze dat na kan kijken of kan voorbereiden voor een nieuwe les. 2, 1, ja. Tijdens de rekenles doen de leerlingen veel samen. Ja, de juf zet de som op het bord en dan schrijf je het antwoord op. En als ze dan fouten en goede antwoorden ziet, dan schrijft ze op het bord en dan legt ze uit waarom het goed is of slecht is. Dat is gewoon leuk omdat het dan actief is en je hebt ook echt iets te doen. En dan heb je er ook iets mee te maken echt. Dan is het interessanter. En als je iets niet snapt, heeft de juf hier meer tijd om kinderen te helpen. Bij een ingewikkelde som bijvoorbeeld. Maar wat hetzelfde is als op alle andere scholen? De pauze. Tikkertje spelen op deze keien of een potje voetballen.